In Leeuven is met veel verbijstering gereageerd op de brand die in de nacht van zondag op maandag de kantine van de plaatselijke voetbalclub in de as heeft gelegd. Even voor 1 uur 's nachts werd de brand ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, slogen de vlammen al over de dak. Al snel was duidelijk dat het pand niet meer te redden was. Maandagochtend komt pas het besef. Van het clubgeboel is niks meer over. Veel zit erop roze en het de volgende dag amper geluiven. Ja, het is s'nachts wakker gebeld weer en dan hier naar de voetbalclub komen en dan het drama eigenlijk aanschouwen en die club in rook zien opgaan. Dat is niet fijn. Zo snel als het vuur om zich hergreep in de kantine van Sportclub Leeuwen, zo snel ging ook het niets rond in het dorp. Bestuursleden en spelers moesten vol ongeluif en sommigen zelfs met de tronen in de uig toekijken wie haar clubhoes volledig verloren ging in de Vlammenzee. Ja, ik werd vannacht om ik denk rond 1 uur werd ik gebeld door een collega bestuurslid. En dat de kantine in brand staat. En dan is het even verschakelen uit bed en het komen waarnemen. Ja, het waren eigenlijk keuken, het waren kantine. Dus eigenlijk worden de spelers elkaar troffen. En het werd bestuurskamer. En verder geluidsapparatuur. Eigenlijk alles wat bij een voetbalclub noodzakelijk is. Ja, dus bekers en foto's en gang zomaar door. Ja, bekers, foto's, het hele archief. Eigenlijk alles hadden we daar in die ruimte in dat gebouw staan. Ja. Historie en traditie, dat zijn twee belangrijke woorden voor elke voetbalclub. Het grootste gedeelte daarvan is echter volledig verloren gegaan bij de brand. Ja, zeker. De hele historie, de foto's, de clubbladen vanaf het begin van het bestaan van de club is allemaal in rook opgegaan. De club is geprivatiseerd en dat is nu een nadeel, vindt de voorzitter. De club kan dan ook niet rekenen op gemeentelijke steun. Toch is het vertrouwender dat het allemaal weer goed komt. Nee, het is echt alles nieuw in gang zitten. Verzekeringen, experts. Het is vanavond een bestuursvergadering in die plant om het zaakje even te laten bezinken en eens kijken wie verder. Ik heb stoelig is om een uur of 5 in het bed liggen en denk ze even 2 uur slapen. Dat lukt ze niet, want dan krijg ze eigenlijk de reacties van mensen en kijk ze even op de media. En als ze dan de medeleven zoiets van mensen van de club, maar ook van buiten de club, van eigenlijk heel gemeen, dan weet ze eigenlijk pas wat voor impact het heeft op de club en op iedereen eigenlijk. Ja, je neemt toch wel aan dat alles dadelijk weer gewoon doorgaat. Ja, goed. Dus we hebben een hele grote uitdaging natuurlijk. En de teach speelt natuurlijk een grote rol. Hè. 2 februari beginnen de wedstrijden weer. Dus we zullen in ieder geval moeten zorgen voor een onderkomen, een tijdelijk. En wie het verder gaat, weten we op dit moment nog niet.